Laten we beginnen met een gedachte-experiment. Stel je iets voor dat jou heel erg gelukkig maakt. Ik geef je heel even om daarover na te denken. Dus neem iets in je hoofd waarvan je nu al blij wordt als je eraan denkt. Iets wat je kan doen waar je echt heel erg gelukkig van wordt. Ja, heb je iets? Stel je nou voor dat je dat en alleen dat een week lang 24 uur per dag doet. Stel je dat maar eens even voor. Dus dat wat je heel erg gelukkig maakt, doe je een week lang en alleen maar dat. Maak datzelfde ding jou na een week dan nog even gelukkig als dat het je de eerste minuut dat je deed maakte. Dat is precies de vraag waar dit college over gaat. Kijk, dit is dus één van die dingen die mij heel erg gelukkig maken. Twee konijnen in een hok, die zin hebben in brokjes en die iedere keer heel schattig, je zal het zo zien, met hun bekjes over het randje komen. Leuker dan dat wordt het niet, toch? En dan eten we vanavond ook nog eens mijn lievelingskostje. Maar net zoals het bij deze moussaka zo is dat het eerste hapje echt lekkerder is dan het laatste hapje. En net zoals de eerste brokjes bij de konijnen echt leuker zijn dan de laatste brokjes. Of als ik bijvoorbeeld een half uur lang brokjes zou geven. En zo werkt het ook met geluk. Een geluk in het begin is veel groter dan geluk na een tijdje. Ik zal het jullie uitleggen. Ik wil jullie graag het concept hedonic adaptation introduceren. Er is geen hele goede Nederlandse vertaling voor, maar ik zal jullie uitleggen wat het inhoudt. En hedonic adaptation is de neiging van mensen om naar een stabiel niveau van geluk terug te keren nadat iets positiefs of iets negatiefs gebeurd is. Dat betekent dat je went aan dingen. Dus wanneer iets gebeurt wat je heel erg gelukkig maakt of heel erg ongelukkig maakt, dan wen je daaraan. En daardoor maken diezelfde dingen je over de tijd minder gelukkig of ongelukkig. En dat geldt voor zowel positieve als negatieve dingen. En ik geef jullie twee voorbeelden. De dag dat ik trouwde, hier zien jullie een foto van het moment dat wij ja zeiden, eigenlijk het moment daar vlak voor, maar dat maakt niet zoveel uit, was ik echt heel erg gelukkig met het feit dat mijn man en ik, Koen, gingen trouwen. Als je mij nu vraagt, en dat is ondertussen bijna 10 jaar later, hoe gelukkig ik ben met het feit dat wij getrouwd zijn, dan ben ik daar zeker niet ongelukkig mee, even voor de duidelijkheid. Maar dan ben ik lang niet meer zo gelukkig als op het moment dat ik ja tegen hem zei. Ik denk dat ik toen op een schaal van 1 tot 10 misschien wel een 9 gelukkig was met het feit dat wij trouwden. En nu ben ik, op een normale dag, waarin niks geks, positiefs of negatiefs gebeurd is, voel ik mij denk ik een 7,5 gelukkig met het feit dat we getrouwd zijn. Nog steeds gelukkig, maar niet meer zo gelukkig als toen. Aan de andere kant, het moment dat mijn vader overleed, ondertussen 18 jaar geleden, toen was ik heel, heel, heel erg ongelukkig. De ongelukkigste dag van mijn leven, durf ik wel te zeggen. Nu ben ik nog steeds niet gelukkig met het feit dat mijn vader is overleden. Ik mis hem nog steeds en ik voel daar nog steeds verdriet over. Maar waar ik toen misschien een 1 was op een schaal van geluk, ben ik nu eerder over het feit dat mijn vader dood is een 4 of een 5 op de schaal van geluk. Als in, ik ben een heel stuk minder ongelukkig geworden door hetzelfde feit, nog steeds het feit dat mijn vader overleden is. Dus voor allebei de dingen, zowel positieve als negatieve dingen, word je na een tijdje minder gelukkig of minder ongelukkig van hetzelfde ding. Je went eraan. En dat valt uit te leggen door te kijken naar ons psychologisch immuunsysteem. Ons immuunsysteem is natuurlijk het systeem dat ons lichaam helpt om aanvallen van buitenaf af te weren. Dat is ons lichamelijke immuunsysteem, om het zo maar te zeggen. Maar je hebt ook een psychologisch immuunsysteem. En dat systeem zorgt ervoor, net als je lichamelijke immuunsysteem, dat je steeds terugkeert naar een soort van een neutrale staat. Een staat waarin dingen niet per se positief of negatief zijn, maar waarin gewoon alles is zoals het hoort te zijn. En je immuunsysteem en je psychologisch immuunsysteem doet dat, zodat het je iedere keer weer ergens op af kan sturen, dingen die positief zijn, of ergens van weg kan houden. En dit is hoe dat werkt. Stel je nou voor dat ik de hele tijd net zo gelukkig ben als op het moment dat ik trouwde.
Dat zou dan vervolgens betekenen dat mijn systeem tegen mij zegt, Ellen, je hoeft helemaal nergens op af, want je bent al heel gelukkig. Dus iets lekkers om te eten, ja, daar hoef ik niet heen, dat hoef ik niet te eten, want ik ben al heel erg gelukkig. Maar ook een cheetah en een boom in het park die me wel eens zou kunnen gaan opeten, maakt niet uit, ik hoef daar niet voor weg te rennen, want ik ben heel gelukkig, dus waarom zou ik mij daar druk over maken? Dus eigenlijk is het feit dat je psychologisch immuunsysteem je iedere keer weer naar die neutrale staat terugvoert, is heel positief. Want dat betekent dat we iedere keer opnieuw weer kunnen denken, wow, daar wil ik op af, of daar moet ik van wegblijven. Dus het is heel erg belangrijk dat je psychologische immuunsysteem dat voor je doet. Nou schijnt het ook zo te zijn dat dat met grotere dingen ook zo zijn. Dus mensen die de loterij winnen, als je die vlak voor dat ze de loterij winnen vraagt hoe gelukkig ze zijn. En een jaar later zijn ze binnen dat jaar weer teruggegaan naar hun oude geluksniveau. Daar tussenin zat een piek. Hè, dus zodra ze de loterij winnen voelen ze zich een tijd lang heel erg veel gelukkiger. Maar na een jaar zijn ze precies weer op datzelfde niveau. Het werkt ook omgekeerd als je het hebt over negatieve dingen. Dus mensen die een dwarslesie krijgen, als je die vlak van tevoren vraagt hoe gelukkig ze zijn. En na een jaar vraagt hoe gelukkig ze zijn, dan zijn ze na een jaar even gelukkig of ongelukkig als daarvoor. En daartussenin heeft inderdaad wel degelijk een diep dal gezeten. Maar dat diepe dal blijkt al na 6 weken ongeveer weer naar het oude geluksniveau terug te gaan. Ja, natuurlijk word je gelukkig van het winnen van de loterij. En natuurlijk word je ongelukkig van een dwarslesie. Maar eigenlijk word je dat maar voor korte tijd. Dus de vraag die we in het vorige filmpje eigenlijk ook beantwoord hebben is, kun je je geluksniveau beïnvloeden? En een heel groot deel, 50% daarvan, heeft te maken met je aanleg, je basisgeluksniveau. En dat is waar je psychologische immuunsysteem je iedere keer weer naar terug zal voeren. En dat betekent dus ook dat alle dingen die we doen om gelukkiger te worden, niet helpen. Dus je moet geluk eigenlijk zien als een soort van een vakantiehuis. Het is een huis waar je niet kunt wonen, maar je kunt er wel steeds langer verblijven en steeds vaker naartoe gaan. Dus als je leert welke gedragingen je kunnen helpen om gelukkiger te worden, kun jij langer in je vakantiehuis wonen en er ook vaker naartoe gaan. Maar het betekent niet dat je tussendoor altijd even gelukkig zal zijn. Dan zullen er nog steeds dips in je geluk zijn. In de volgende video over geluk, nummer 3, gaan we het hebben over welke bewuste gedragingen jij nou kan doen. En dat is de 40% in het lichtblauw die je daar ziet staan. Om je geluk wel degelijk te beïnvloeden en om je geluk wel degelijk te verhogen. Maar ik kan je nu al vertellen, dat zijn gedragingen die jij niet per se ziet aankomen. Mocht je nou denken, leuk Ellen, hier wil ik meer over lezen. Ik heb helaas deze keer alleen maar een Engels boek, Stumbling on Happiness. Daar wordt het idee van hedonic adaptation heel duidelijk uitgelegd. Dus mocht je graag in het Engels lezen, is dit zeker een aanrader. Mocht je denken, Engels is niks voor mij, dan ga vooral door naar de volgende video.